De corruptie in het land baart DOEK-assembleelid Karel Breeveld nog steeds zorgen. Tijdens de algemene politieke beschouwingen afgelopen donderdag heeft hij wederom aandacht gevraagd hiervoor. De volksvertegenwoordiger riep de regering op meer daadkracht te tonen in haar strijd tegen corruptie. Breeveld benadrukt dat hij vooral op het gebied van de staatsfinanciën meer helderheid wil hebben. De volksvertegenwoordiger vindt ook dat er te veel onderzoekingen in een doofpot worden gestopt. In 2011 is er ingebroken in het ontvangkantoor van invoerrechten en accijnzen op de Nieuwe Haven, waarin na inventarisatie een bedrag van 1.200.000 Surinaamse dollar is gestolen. Wat heeft het onderzoek uitgewezen? Het probleem bij veel van dit soort onderzoeken is dat je na een hele tijd niets meer ervan hoort. En dan gaan we over tot de orde van de dag, waarbij we zeggen, dit zou niet de manier moeten zijn waarop zaken worden aangepakt. Dus hierin ook graag daadkracht van de regering. Maar ook grote drugsvangsten die bij herhaling het nieuws halen. Waarom horen we niets meer van onderzoek naar grote drugsvangsten? We willen weten wie achter die twee keer zoveel sporttassen met drugs waren en de drugs in de container die plotseling op de hoek van het molenpad stond. Maar ook de drugsvondst voor de Spaanse kust. Een ambulance die vanuit Nederland naar Suriname zou vertrekken, waarin grote geldsbedragen in het dak werden gevonden. Ook het sluiten van enkele bedrijven in Nederland die vooral diensten aanboden gericht op Suriname, waarbij er sprake was van witwaspraktijken. Wat doet de regering op dit vlak? Ook de slepende kwestie tussen de Bond Belangenbehartiging uit Overheidsdienst, BBGO, en de regering heeft de aandacht van Breeveld. Het assembleelid wijst erop dat de houding van de regering niet correct is tegenover deze groep. Er is door de minister van Financiën gesteld dat er koopkrachtversterking zou komen. De mensen hebben zich daarop voorbereid. De mensen hebben een positieve houding naar de regering getoond. En ik moet zeggen, op een hele waardige manier gaat deze bond om met deze regering. Er wordt geschreven, er wordt gepraat. Bij herhaling, de minister heeft de mensen ook ontvangen, maar niets is zo frustrerend als men je iets belooft en je komt het niet na. Beloof dan niet, want als je belooft en je doet het niet, kom je heel ongeloofwaardig over. En ik vind dat je de mensen dan niet serieus neemt. Waardige burgers die zich jarenlang ingezet hebben, die moeten ook op een waardige manier behandeld worden door de regering. DOEK-parlementariër Karel Breeveld donderdag tijdens de algemene politieke beschouwingen. Hij vindt onder meer dat de regering meer daadkracht moet tonen in de strijd tegen corruptie.